Waarom zit ik hier? Waarom zit ik hier? Ze zeiden dat ik moest vertellen hoe het allemaal begonnen was. Wat begonnen? Ze hebben mijn bekentenis niet nodig, zeiden ze. De bewijzen zijn er, want mijn vrouw gaf hen toestemming voor een huiszoeking. Maar Suzanne is ziek. Uit hun aktentas haalden ze mijn boeken. Ze wilden weten waar ze over gaan. Over moordigheiken biertikken en over hoe hij door een Duitse soldaat werd doodgeschoten, zei ik. Ook wilden ze weten waar ik gisteren was. Dat had ik al gezegd, op het Koningsplein. Ik wil weten hoe ik aan mijn gewonde hand kom, zei ik. Anders zegt de Canadees helemaal niets meer. Canadees, vroegen ze. Wie noemt u een Canadees? Ikzelf, godverdomme. Ikzelf. En ze vroegen naar 10 jaar geleden. Ik weet van niets. Ja, dat John Lennon toen doodgeschoten is. Dat weet ik nog zo goed, omdat Suzanne toen in Abbeville zat en ik met Evelien naar de dierentuin ben geweest. Ik hoorde het 's nachts op de radio. Mijn dochter die kwam me troosten en de tango met me dansen. Toen wilden ze weten of ik ook wist wie er gisteren vermoord was, ene Daniel Grimbert. Nooit van gehoord. Ik weet dat ik de volgende dag na de moord op John Lennon dokter De Vlaming heb laten komen, want Evelien was ziek, dat weet ik. Meer niet. Ze wezen op een van mijn boeken en ze zeiden, er zit hier een fotootje in dat boek, weet u soms wie dat is? Nou, sorry, maar toen heb ik mij kwaad gemaakt. Kwaad niet te geloven dat jullie mij zoiets durven te vragen. U moet het eens allemaal opschrijven, zeiden ze. U bent toch een schrijver? En toen kwamen ze met een typemachine, een Olivetti 82. Dat was gisteren. En toen zij weg waren, heb ik tegen mijzelf gezegd, als zij niets voor jou doen, dan doe jij ook niets voor hen. Waarom zou ik nou moeten gaan uitleggen dat ik de Canadees ben? Ik heet Bernard van de Wiele, zoals mijn moeder Georgette van de Wiele heette. Mijn vader was een Canadese soldaat, zo simpel is het. Ik heb hem maar 1 keer gezien, toen ik 3 jaar was. Een jaar later werd mijn zusje geboren, Claudine. En iedere dag ging ik met haar in de kinderwagen de straat op. Kijk, de Canadees met zijn zusje. En toen ze 3 was, toen speelden we vadertje en moedertje. En 's avonds mocht ik haar altijd een kruisje geven wanneer mijn moeder haar in bed legde. Op school werd ik uitgelachen. De Canadees vrijt met zijn zuster, riepen ze daar. Ik vroeg aan mijn moeder wat dat betekent.
dat hier? En ik kreeg me een draai om mijn oren. Ja, ik heb altijd met Claudineke gespeeld. Kom, wat wil je? Een vrouw alleen met twee kleine kinderen? Georgette, zei dokter de Vlaming, ik zal een geste doen. Als je nu eens bij ons komt poetsen. En ik zal ervoor betalen. Want Louise, mijn vrouw, met haar suiker, dat gaat niet zo goed. Claudine was 6 jaar. En ik was toen 10 en ik leerde haar schrijven. Haar kleine warme handje in de mijne. En ze moest dan een C tekenen en een L en een A. Kom, zei ik zal je handje vasthouden. Heb je je huiswerk gemaakt, vroeg mijn moeder toen ze thuis kwam van dokter de Vlaming. Ja, ma, zei ik. En Claudineke, die kan al hele woordjes schrijven. Ze zal nog geleerd worden, zuchtte mijn moeder, net als Louise. Dat mens doet niet anders dan boeken lezen en ik maar poetsen. Kijk, als ik iets tegen mijn moeder gezegd zou hebben, dan zou mijn moeder zich kwaad gemaakt hebben. En dan begon ze met van alles te gooien. En ik was bang dat ze bijvoorbeeld wel eens een glas kapot zou gooien. En dat de scherven dan bijvoorbeeld in mijn zus haar oog terecht zouden komen. Want ze had echt mooie ogen, Claudine. Balnootjes, zei mijn moeder. En helemaal anders dan jij. Jij loenst. Het was een kleine deugniet, hè, Claudineke? Windjes laten totdat het in de broek zat. Jij vuil ding, zei ik dan. Kom dat ik je kontje schoonmaak voordat ons maat ziet. En terwijl ze in haar blote gat rondliep, spoelde ik haar broekje uit en hing het boven onze kachel te drogen. Dat is leuk, zei Claudineke dan achteraf tegen mij. Mijn broekje, dat voelt nu zo warm, deze. Ja, in die tijd begon mijn moeder steeds later en steeds vaker zelfs niet naar huis te komen. Zorg dat je op mijn Claudine let, zei mijn moeder 's ochtends. Ja, maar. Dus elke ochtend bracht ik Claudine naar school. Van de Wiele, zei meester de Brabander, je bent weer te laat. Ja, meester, zei ik, maar ik heb Claudine. Ja, het is goed, ga maar zitten. En na de les haalde ik haar weer van school. En ik vroeg, wat heeft de juf verteld? Over gust, zei Claudine, over gust de clown. We hebben dat woord ook moeten leren schrijven. Eerst een C, dan een L, maar dan een O. Waarom moet je mijn naam met een A schrijven, Dees? Clown legde ik haar later aan onze keukentafel uit. Dat is een Engels woord. Dat is Canadees. En 's avonds toen zei ik, Claudine, nu moet je gaan slapen. Ja, maar ik ben bang van de wilde beesten, zei ze. De juf had verteld over het circus, over de clowns en over de leeuwen. Goed, Claudineke, ik zal even met je meegaan, maar ik moet nog wel een opstel schrijven. En Claudineke vroeg, bestaat dat eigenlijk echt, een circus? Natuurlijk, zei ik. Ons ma die heeft een oom, nonkel Gilbert, en die werkt voor het circus van de stad. En Claudineke vroeg, wat is dat eigenlijk, een opstel? Een opstel, dat is iets dat je moet schrijven voor de meester. En ik weet al waar ik over mijn opstel ga schrijven. Over het circus. Over de leeuwen? Nee, Claudineke. Over een jongetje dat op school gepest wordt. En op een keer zitten allerlei jongens hem achterna. En op het ogenblik dat ze hem bijna te pakken hebben, klimt het jongetje heel snel in een lantaarnpaal. En hij klimt tot helemaal boven. 'S nachts, Claudineke, trekt er een circus door het dorp. En de circusdirecteur die ziet dat jongetje natuurlijk zitten. Hé, kijk, een paalzitter, dat hebben we nog niet in het circus. En dus wordt het jongetje met paal en al meegevoerd naar verre streken. Naar China, naar Japan en naar Canada. En tussen de wilde beesten, je mag me niet bang maken, Dees. Ja, Claudineke, zei ik, tussen de wilde beesten. En ik beet er in een nekje, we begonnen te vechten. En, nou ja, en toen was er een nachtlampje op de grond kapot gevallen. En ik zei, kom Claudineke, daar moet je toch niet om huilen, ik zal een kaars gaan halen. Dat is leuk, hè, vroeg ik mijn zusje toen we onder haar deken naar de kaarsvlam lagen te kijken. Maar ze sliep al. Ze liet me niet los. Die nacht heeft mijn moeder mij voor het eerst geslagen. Je bent zeker gek.
En dan nog met kaarsen. De boel kan hier godverdomme in brand vliegen met mijn Claudine erbij. Het is godverdomme altijd hetzelfde met dat jodenjong. En dat wordt binnenkort 11 jaar? Nou, bedankt. Dus ik kon de volgende dag geen opstel inleveren. Hoe komt dat? Vroeg de meester. Ik zal het nooit meer doen, meester, antwoordde ik. Jij moet je best doen, zei hij. Dan kun je misschien later aan een studiebeurs komen. Van de Wiele, zei hij, jij kunt dat. Ja, meester, knikte ik. En of ik nu alstublieft mocht gaan om mijn zusje van de school te halen. Jij en je zusje, zei meester de Brabander. Mijn moeder bleef nooit lang kwaad. Kom, Canadees, zei ze dan na een paar dagen. Kom, kom eens bij hem. Je kunt er zelf ook niets aan doen, kom Bernard. Dat was heerlijk wanneer ze dan haar armen om me heen sloeg. En wanneer ze me dan even tegen zich aandrukte. Mama, zei ik, ik hou van je. Maar het meeste hou ik van Claudineke. Ik ook, zei mijn moeder. Ik ook. En ze zei dat ik altijd goed op mijn zusje moest letten. Altijd recht naar huis komen van school en altijd voor Claudineke moest opkomen, want dat wij broer en zus waren. Maar dan begon mijn moeder vaak te huilen. En dan mocht er niks gebeuren of het begon weer. Dan begon ze met van alles te gooien en te smijten. Meester de Brabander kwam bij ons op bezoek. U moet de Canadees laten verder studeren, zei hij. Wie zal dat betalen, vroeg mijn moeder. Hij kan proberen om aan een studiebeurs te komen. U mag niet vergeten, zei ma, dat ik er nog geen heb, mijn Claudine. Ach, zei de meester, voor een meisje is dat allemaal niet zo belangrijk. Die kunnen trouwen en zo. Ja, vertel mij wat. Ik ben naar de Voskenslaan gegaan en ik heb een examen afgelegd. En ik wist dat dit mijn enige kans was. Opstel, ik schreef over deze de paalzitter. En, hoe is het gegaan, vroeg mijn moeder. Ja, goed, zei ik. Waar is Claudineke? Het is gebeurd 2 weken later. De Canadees die durft niets. Hij durft niet eens mee te gaan naar de wilde beesten. Nee, inderdaad, hij durft zijn vinger niet eens in het gat van een lama te steken. Een lama? Nee, hè, Canadees, dat durf je niet, hè, meegaan naar de wilde beesten. Ik durfde wel. En ik ging mee. Maar op het plein waren geen wilde beesten te zien. Het enige wat er te zien was, waren mannen in oude auto's die overal aanplakborden aan lantaarnpalen bonden. Het circus zou pas de volgende dag arriveren. En ik haastte mij naar Claudine de school, maar ze was al weg. En thuis was ze ook niet. Dokter de Vlamek is mij komen halen en we reden naar zijn huis. Is ons Claudineke daar? Vroeg ik onderweg. Moordenaar, gilde mijn moeder. Moordenaar, jij godverse moordenaar, jij vuil jodenjong, jij varkenskop, alsjeblieft haal hem uit mijn ogen. Het is toch zijn schuld niet, probeerde Louise, dokter de Vlaming, zijn vrouw. Zijn schuld niet, krijste mijn moeder. Zijn schuld niet, hij heeft mijn Claudineke laten vermoorden. En ze begon te huilen, Claudineke, Claudineke. Mijn moeder heeft toen al haar kleren losgetrokken en zo. Kijk, hoorde ik mijn moeder schreeuwen. Kijk, deze borsten. Van deze borsten heb jij ook al genoeg plezier gehad, hè, Antoine. En zeg niet dat het niet waar is. En weet je wie ook aan deze borsten gelegen heeft? Mijn Claudine. En weet je wat dat is voor een moeder? Weet je dat? En hij daar... Mijn moeder wees nu naar mij. Hij daar heeft er ook aan gelegen. Hij daar, de moordenaar, dat jodenjong. En heb je gezien wat ze met Claudine gedaan hebben? Toe vooruit, geef me een mes, ik zal hetzelfde bij mij doen. Mama, huilde ik nu ook, laten we naar huis gaan. Ons Claudineke zal op ons wachten. Smeerlap, gilde mijn moeder. En alsjeblieft, haal hem uit mijn ogen. En Louise zei nog. Toe, Georgette, scheid toch uit met al dat smijten.
dit litteken. Dit litteken dateert van die dag. Die dag dat ons Klarineke dus... Ik kreeg een studiebeurs en ik werd naar de kostschool gestuurd, bij de broeders van het Heilig Hart. Dokter de Vlaming bracht me erheen. Georgette, je moeder, zei hij, is te veel geraakt, je moet dat begrijpen. Ja, dokter. Van de Wiele, zei Sambal, onze directeur, je moet meekomen naar mijn kantoor. Jongen, zei hij, je moet een paar dingen vertellen aan de politie in verband met Claudine. Ik heb het niet gedaan, broeder directeur. Dat weet ik, zei Sambal. Ik ben verhoord door de politie. En een mevrouw vroeg of ik mij nog iets herinnerde van Claudine. Ja, zei ik. Je bent een flinke jongen. Wil je dat ik het vertel? Iemand van het circus, zei ze. Wil je nog een beetje fruitsap? Nee. Een zigeuner. Hij was die aanplakborden voor het circus aan het ophangen. Wil je echt niet nog een beetje fruitsap? Mijn zusje is met de man van de circusborden meegereden. Want ze wilde de wilde beesten zien. Hij heeft haar verkracht. Daarna met zijn broekriem gewurgd. En daarna... Daarna met een mes. Met een mes. Nog diezelfde avond hebben ze hem aangehouden. Een zigeuner. Spielzigeuner. Spielmeerlied. Zietziekmanger, zo ook een Jiddische dichter. Spiel zigeiner, spiel mir een lied. Maar voor hem heb ik ook een boekje geschreven. Daar. Met een Olivetti 82 is het allemaal begonnen. Ik raak geen Olivetti 82 meer aan. Ik was 15 jaar. Een meisje, Linda van Assel, zei... Ik heb gehoord dat jij goed opstellen kunt schrijven. Zou je voor mij ook eens een opstel willen schrijven? Linda van Assel. 1 jaar jonger dan ik. En ik dacht dat als ik een boek zou schrijven, dat ik dan een kans zou maken bij Linda van Assel. Jij denkt, zei mijn moeder, dat die jou ooit zal willen? Daar zijn wij veel te arm voor. Het was niet leuk bij ons thuis na dat geval met Claudineke. Maar ik zou een boek schrijven, dacht ik, en dan word ik beroemd. Ik zag ze in de krant op blokletteren. 15-jarige schrijfroman, wacht maar. Dus ik zette mij aan het schrijven. De smokkelaars in de schuur. Een roman over een meisje, Lientje, dat door smokkelaars werd ontvoerd en in een afgelegen boerderij werd opgesloten. De hoofdpersoon, ik, zou Lientje redden. Tja. Maar een typemachine, bedacht ik. Ik had natuurlijk een typemachine nodig, want ik moest Linda uiteraard een getypte roman overhandigen. Jij denkt zeker dat het geld op mijn rug groeit, riep mijn moeder boos uit. Ik werk me bij de Vlaming het vel van de knieën om die kostschool te betalen. Een typemachine? En waar heb jij een typemachine voor nodig?
Een dokter, die moet niet typen, daar heeft hij een secretaresse voor. Ja, maar Georgette, kwam onkel Gilbert tussen beiden, als die jongen nou een schrijfmachine wil. En tegen mij, hey Canadees, heb jij al een lief? Ik schudde het hoofd. Dat dus ook al niet, zei onkel Gilbert. Ja, maar ventje toch, nou kom. Kom maar eens mee met onkel Gilbert. Maar waar naartoe wilde ik weten? Doet er niet toe, meekomen, zeg ik. En we stapten café Den Turk binnen. Gilbert, zei de cafébaas, ik weet het. Hier drinken alle twee een trappist van mij. Ja, ik weet het dat ik u nog moet betalen, maar voor het moment... Betalen, zei Gilbert. Of ik snij je die voor thuis die ik voor u met leren overtrokken heb meteen kapot. Kom jongen, betalen. En we verlieten café Den Turk met het geld. En nu gaan we naar Mossel, zei onkel Gilbert. Ik zie de winkel nog voor me. Daar stonden ze, de rekenmachines, de marchands, de kassaregisters en de typemachines. Ah, Mariette is Mossel boven. Jawel, zei het winkelmeisje. We gingen naar binnen en toen heb ik Mossel voor het eerst gezien. Kleine man van rond de 60. Kijk, Mossel, ik heb hem eens meegebracht, zei onkel Gilbert. Hij wil een schrijfmachine. Ah, Mariette, 2-8 ziek, riep Mossel. En het meisje sjouwde de machine naar boven. Een blauw-grijze Olivetti 82, zo goed als nieuw. Deze machine kost 12.000 mil, maar skan minder. Jij kunt al goed machine schrijven? Eerst in het Vlaams, riep onkel Gilbert. Ik begon bliksemsnel te typen. Perfect. Et alors en français. Ik legde wederom mijn vingers op het toetsenbord. Zijn Français kan beter, zei Mossel. Deze machine kost 12.000. Maar jij mag hem hebben voor 6.000. Maar ze komen meer naar vakantie bezoeken voor een test Français, ja? Ja. En wat vond je van Mossel, zei onkel Gilbert. Moi, zei ik. Ik zal hem na de vakantie mijn roman brengen. Roman? Ga jij een boek schrijven over mij? Nee, over Lientje en de smokkelaars in de schuur. Tja, ik deed het nog ook. Ja, kijk op mijn Olivetti 82. En ik stopte het origineel in de brievenbus van Linda van Assel. Kijk, wist ik veel dat die al een vriendje had. Hè? Een echt vriendje die het met haar deed. Machtheer, hoe gaat het? Vroeg Mossel toen ik hem zag op de begrafenis van onkel Gilbert. Hij nodigde me uit om hem eens te komen bezoeken. Jij gaat daar niet naartoe, schreeuwde mijn moeder. Wel, schreeuwde ik terug, ik mag nooit eens iets. Je hebt al genoeg gedaan. Claudineke soms al vergeten, hè? Ik sloeg de deur dicht en ik nam me voor om het volgend weekend bij Mossel op bezoek te gaan. Was machtheer, vroeg Mossel nadat Mariette me binnenliet. Redelijk, zei ik. En Frans gaat ook al beter. Ja, en beter dan uw Duits, zei ik. Mossels gezicht betrok. Ik voelde dat ik iets verkeerds gezegd had. Ach, zei Mossel, ihr seid te verschwarzen, maar... Dat was helemaal geen Duits dat hij sprak. Dat is Jiddisch, heeft ihre mama je dan nooit iets verteld? En toen begon hij te vertellen... En hoe hij werkelijk heette, Mosje Grimbert, maar omdat hij zo klein was, had zijn vrouw een Mossel genoemd. En toen vertelde hij ook over de oorlog, het kamp. Zijn vrouw was al meteen afgevoerd. Ik weet, zei hij, dat ik het overleefd heb, omdat ik wist dat mijn jingele, mijn zoon, veilig zat. We hebben hem nog net voor de oorlog naar Engeland kunnen laten vertrekken. Hij zit daar nu nog, in Londen. Hij is daar arts geworden, ja. Dokter Daniel Grimbert, kijk, ik zal je zijn foto laten zien. Dat is mijn jingele, mijn jongen, dokter Daniel Grimbert. Ihre tate, zei Mossel, jouw vader was een Canadese soldaat. En weet jij wat voor een Canadese soldaat? Nee? Een Jid. Een Joodse Canadese soldaat.
En voor het eerst in mijn leven hoorde ik zijn naam. Uri Krakauer. Uri Krakauer, zo heette mijn vader. Ik wil vanaf nu geen varkensvlees meer eten, zei ik tegen mijn moeder. En waarom niet? Wat scheelt er aan mij, zo zei ze. Ik eet geen onrein vlees meer, zei ik en ik schoof mijn bord van me af. Onrein vlees? En je at zo graag, zo zei ze. Zeg niet dat ik ze in de vuilnisbak moet smijten, hè, Canadees? 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 Noem mij nog één keer Canadees als je durft. Weet je soms niet hoe ik echt heet? Bernard van de Wiele. Bernard van de Wiele. Krakauer had ik eigenlijk moeten eten. Krakauer. Gek, zei mijn moeder. Je bent gek aan het worden. Je moet naar de dokter. Oh ja, naar dokter de Vlaming zeker. En ik nam het bord en ik kwakte het tegen de muur. Hiervoor zal je nog gestraft worden, huilde mijn moeder. Hiervoor zal onze Heere God jou nog straffen. Ja, zoals je mij gestraft hebt zeker door de moord op Claudineke in mijn schoenen proberen te schuiven. En ik rende het huis uit en ik dwaalde uren langs de straat. Krijg de kleren aan je kut, dacht ik toen ik voorbij het huis van Linda van Assel kwam. Ik liep het hele slapende dorp door. Godverdomme. Godverdomme. Voor hetzelfde geld had ik in Montreal gewoond. In Montreal bij mijn vader. En wie weet, hè, misschien was Claudine dan niet door die zigeuner vermoord. Spuurt ziek. Ik kwam weer thuis. Mijn moeder die zat aan de keukentafel, ze had gehuild. Kijk, zei ze, Canadees, je hebt gezegd wat je moest zeggen, het is goed. Maar vanaf nu moet je je vuile was naar de wasserij van het Heilig Hart Instituut brengen, want ik wil je niet meer zien. Toen, ma, probeerde ik. Het is vrijdagavond. En ineens kreeg ik een idee. Ik liep snel naar de voorkamer en ik kwam terug met twee kandelaars. Geen kaarsen in mijn huis, riep mijn moeder boos uit. Je hebt al een keer de boel in de brand willen steken met Claudine erbij. Ben je dan echt gek, Canadees? Ik begon mijn vrije weekends vanaf toen door te brengen bij Mossel. Want boven het winkelpand had hij nog een kleine kamer, de kamer van zijn zoon Daniel. En installeer je maar, zei Mossel. En op vrijdagavond stuurde hij Mariette vroeger naar huis, liet de rolluiken zakken. En 's avonds zaten wij bij de Shabbatkaarsen. Mossel, je moet me alles vertellen, zei ik. Want eigenlijk ben ik dus ook een Jood. Niet echt, zei Mossel. Volgens de Joodse wet niet. Want jouw moeder is een Shikse. Wat is dat, vroeg ik. Een Shikse. Dat is een niet-Joodse vrouw. Dat is Jiddisch. Mossel, zei ik. Je moet me Jiddisch leren. Ach, oi. Dan moet je beginnen met het alefbeet. Maar ik leerde snel. Uit een oude grammatica van Wolf. The grammar of the Yiddish language. En van Mossel hoorde ik voor het eerst over Mordechai Gebirtik. Zag ik nog maar zelden. Soms schreef ik er een brief, maar ze antwoordde nooit. En op de diploma-uitreiking naar mijn eindexamen verscheen ze voor het eerst op de binnenplaats van het Heilig Hart Instituut. Sambal, die kwam haar feliciteren. En mevrouw van de Wiele, ik neem toch aan dat Bernard mag verder studeren. Van mij wel, broeder directeur, zei mijn moeder, want hij moet dokter worden. Nee, zei ik. Ik ga Germaanse doen. Maar dat is ook mooi, zei Sambal. Vooral als Bernard kan schrijven.
maar mijn moeder luisterde al niet meer. Jij, zei ze tegen mij, jij moet mij altijd verdriet doen. Nog voor de diploma-uitreiking begon, liep ze het schoolplein af. Ik ben Germaanse gaan studeren. En ik ging bij Mossel op kamers. Daniel kamertje. En ik koos voor Nederlands en Engels. Want Duits, dat lag me niet. En waarover ga jij je thesis maken, vroegen ze aan de universiteit. Over Leonard Cohen, antwoordde ik. Maar dat is een zanger. Niet waar, verdedigde ik mij. Dat is ook een dichter en een romanschrijver. Kijk maar, The Favorite Game. Ja, maar waarom hem, wouden ze weten. Mijn vader was een Canadese Jood. Ik studeerde ijverig. Ik beet me door allerlei muffe cursussen heen. En intussen converseerde Mossel en ik nog maar bijna uitsluitend in het Jiddisch. Het waren heerlijke avonden. Ik was erachter gekomen dat er een Joodse studentenkring bestond. Op zaterdagavond ging ik erheen. En tot mijn grote verbazing trof ik onder de menigte een meisje aan van mijn studie, Shelley de Vries. Mijn hart sprong op. Ik had er al tijdens het eerste college had mijn oog op haar laten vallen. Maar ik had nooit iets laten blijken. Want hè, ik, zoon van Uri Krakauer, zou met een Joods meisje trouwen. En niet met een Chikse. Ja, of was Shelley de Vries een Joodse naam? En inderdaad. Ik meende zoiets als een klein, sympathiek, gebogen neusje te ontdekken. God, natuurlijk was het een Jodinnetje. Ik zwaaide naar haar, zij keek verrast op en ik vroeg, woe bist du gewen? Ik begrijp je niet, ik versta je niet, zei ze. Woe bist du gewen? Sorry, ik versta je niet. Ze verstond geen Jiddisch. Dat is de taal van de diaspora, legde ze uit. Iedereen die hier komt, die studeert Ivriet, Hebreeuws dus. Maar 3 dagen later, tijdens het college, zat ik naar Shelley en ik stopte haar een envelop toe. Ik fluisterde, openmaken. Er zat een Davidster in. En ze was er heel blij mee. Todaraba, zei ze. Bedankt, Werner. Mijn thesis over Leonard Cohen was af. Het was juni 1967. En nog voor ik de kans kreeg mijn moeder te melden dat ik cum laude was afgestudeerd, kreeg ik bij Mossel Grimbert een telefoontje van dokter De Vlaming. Mijn moeder was dood. De Vlaming had haar dood aangetroffen in zijn badkamer met de poetsvot nog in de hand. Ik moest onmiddellijk naar het oude dorp komen. Mijn moeder. Dat was de eerste dode die ik in mijn leven te zien kreeg. Ja, want ik heb Claudineke nooit mogen zien omdat ze zo verminkt was. Maar de grootste klap die kwam een paar weken later toen ik opnieuw werd opgebeld, maar dit keer door de notaris. Mijn moeder die bleek mij plotseling een fortuin te hebben nagelaten. Dat begrijp ik niet, zei ik tegen de notaris. Volgens mijn nazoekingen, zei hij, is dat bedrag ooit gestort zo'n kleine 20 jaar geleden uit Canada. Maar door de rente is dat natuurlijk opgelopen. En toen... Toen ben ik met dat geld naar Israël gegaan. Waar Shelley de Vries in Tel Aviv druk op een noelpan Hebreeuws aan het studeren was. Shelley kwam me afhalen van het vliegveld. En in de taxi zag ik hoe schitterend, hoe verblindend mooi ze was geworden. En nog diezelfde avond, op een terras, vroeg ik haar ten huwelijk. Waarom, vroeg ze, en ze had haar hand al teruggetrokken. Omdat ik je graag zie, Shelley, ze lachte. Ik
wil hier wonen en werken en bij jou zijn en kinderen hebben. Lieve Bernard, zei ze en ze streek door mijn haar. Dat kan niet. Ik kan niet met je trouwen, want je bent geen echte Jood, zo is het toch? Ja, zo was het. Nebbisch. Weet je, zij was eigenlijk heel erg lief, Shelley. Maar ik... Ik ben geen Joodse jongen. Ik ben uit Israël teruggekeerd en Mossel was er veel ouder uit gaan zien. Zijn zoon Daniel die had inmiddels besloten om zijn praktijk in Londen op te geven en naar hier te komen. Ik heb toen maar een kleine flat gekocht op het Koningsplein. En op een dag heb ik de bus genomen naar het oude dorp. Om het graf van mijn moeder en Claudineke te bezoeken. Het was zomaar ineens bij me opgekomen. Ja. Want ik had diezelfde middag nog in een platengeschäft de nieuwe LP van Leonard Cohen gekocht. Bij Claudineke zijn. Dat was het. Bij Claudineke. Maar dan ineens stond ze daar voor me in de bus. Nou ja, een blond meisje. Pak er ook maar één, zei ze. En ze hield me een hele zak met nonnenscheten voor. Ik zei nog, nee, merci. Maar ze zei toe, vooruit, pak er toch één. Want ik ben jarig vandaag. 21, zei ze. En ze wees op mijn LP van Leonard Cohen. Die zingt wijze liedjes, zei ze, vooral dat ene. Maar ja, dat komt misschien omdat ik ook zo heet. Hoe heet je dan? Vroeg ik. Susie, zei het blonde meisje. Eigenlijk Suzanne, maar mijn vader noemt me Susie. Susie van Beveren. Ze had mooi blond haar. Hoe heet jij eigenlijk? Vroeg Susie. Bernard van de Wiele, antwoordde ik. Ah, zo. En ken je de Pimpernel? Dat is het jeugdcafé van ons. Het is daar echt tof, zei ze. Je moet eens komen. In het oude dorp heb ik de bus verlaten en ben naar het kerkhof gewandeld. Op de zerk Claudine van de Wiele en daaronder Georgette van de Wiele. Nee, ik weet niet meer hoe lang ik daar gestaan heb. Ik weet zelfs niet eens meer waarom ik die avond in plaats van terug te keren naar mijn flatje op het Koningsplein naar de Pimpernel ben gegaan. Maar ze was er. Susie van Beveren, ik kreeg 3 zoenen. Wil je iets drinken, vroeg Susie, omdat het mijn verjaardag is, trakteer ik iedereen op een port uit het vat. En aan een klein tafeltje hebben we toen port zitten drinken. Ze vroeg of ik kon dansen. Nee. Vooruit, zei ze, ik zal het je leren. Nee. Ben jij serieus? En ze kwam heel dicht bij me zitten. Van welk jaar ben jij? Vroeg Susie toen we later in de Opel stationcar van de vader zaten. Van 46, antwoordde ik. En jij? 2 jaar jonger, zei ze. In 46 is mijn pa uit de bak gekomen en het eerste dat hij gemaakt heeft, zegt hij, dat was mij. Hij is daar nog altijd trots op. Ja, zei ik. Maar ik kon het niet weerstaan om haar te vragen waarom haar vader in de bak gezeten had. Ach, iets van in de oorlog, antwoordde. Zij had in het zwart gelopen, net zoals zijn broer. Die is op tijd gevlucht naar Zuid-Afrika, maar mijn pa hebben ze opgesloten. Maar waarom wilde je dat weten? Oh, niet, zei ik. Laat maar. Ze keek me aan. Ze legde haar hand op mijn arm.
Jij zegt niet vele, jij, zei ze. Nee, ze noemen me wel eens The Sound of Silence. Oh, riep Susie uit, maar dat vind ik dus een mooi liedje. The Sound of Silence. Ben ik getrouwd. Een mooi feest is het geweest. De pastoor was er ook. Ik voelde er eerst niet zoveel voor. Maar Suzanne, haar vader, had gezegd, ik betaal. En ik heb toegegeven. Ik heb toegegeven op één voorwaarde dat ik geen openingsdans hoef te doen. En zou je bij mij op de voddenfabriek willen komen werken, zei vader Achille van Beveren tegen mij. En Bernard, ik ben geen Jood, hè? Ik zal je goed betalen. Ik wil komen werken, zei ik, op voorwaarde dat ik tijd genoeg krijg om te schrijven. Te schrijven? En wat ga jij dan schrijven, wou de oude van Beveren weten. Wetenschappelijke werken, zei ik. Toen al had ik mij voorgenomen om een studie te schrijven over Mordegijke Biertik. Geboren in Krakau. Het zou het enige zijn dat ik nog kon doen voor hem. Voor Uri Krakauer. Voor mijn vader. Soms bezocht ik Mossel nog wel eens. Hij begon zijn verstand te verliezen. Zijn zoon, dokter Daniel Krimper, stond er verslagen bij. My father is ill, zei hij. Very ill. Hoe is het begonnen? Ongeveer anderhalf jaar nadat we getrouwd waren, kwam ik na een weekendje schrijven op het Koningsplein thuis en Suzanne was zat, dronken. Bernard, zei ze, het is al 2 maanden geleden dat ik ongesteld ben geweest. Oh, ben je dan in verwachting, vroeg ik. Ik denk het, zei ze, en ze was gelukkig. Suzanne bleek inderdaad zwanger. Proficiat, zei dokter de Vlaming, en we dronken een cognacje. En heb je al aan een naam gedacht, vroeg hij. Ik voelde wel iets voor Claudine. Maar, nee, zei Suzanne, zo heette je zusje. Linda dan, stelde ik voor. Lientje. Ik was erbij toen Suzanne moest bevallen. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe dat kleine mensje uit mijn vrouw getrokken werd, bebloed. Het eerste wat Suzanne mij vroeg was, het is toch normaal? Ja, zei ik, terwijl ik mijn dochter vasthield. 4 dagen later werd ze gedoopt. Ik was er niet bij. Ik zat op het Koningsplein en ik schreef een brief aan Mossel dat mijn boek over Mordegijke Biertik bijna af was en dat mijn dochter Evelien heette. Evelien was 1 jaar oud toen mijn boek over Gebiertik verscheen. 3 weken later stond in het Israëlitische Weekblad een bespreking van mijn boek over Gebiertik. De anonieme recensent schreef, het is een prestatie voor een niet-Jood om zo in de wereld van onze Jiddischkeit te kunnen doordringen. De woorden een niet-Jood. Een kooi durfden ze dus blijkbaar niet te schrijven. Kort nadat mijn boek verschenen was, werd Suzanne ziek. Ze wilde 's ochtends niet meer uit bed komen, ze was altijd moe en soms lag ze urenlang te huilen. Ik liet dokter de Vlaming komen. Ik zal haar wat medicamenten voorschrijven, zei hij. En tussen het recept voor de pillen en het cognacje door vroeg hij of ik mij Louise, zijn vrouw, nog herinnerde. Ja, knikte ik. Ze is dood, zei de Vlaming. Zo dood als een pier. Ze zit daar in de stoel en ze zegt niks meer. Ja, zei ik, ik ken dat. Soms vraag ik me af, zei de Vlaming, of ik het haar moet vertellen van je moeder en mijn Claudine, je zuster. Ik weet het niet, zei ik. Je moet zorgen dat Suzanne geneest, zei ik. Maar ze genas niet.
Natuurlijk heb ik op een gegeven ogenblik gezien dat ik overal tot op de slaapkamer toe lege flessen port tegenkwam. Ik heb Suzanne zelfs gevraagd, ben je dan niet gelukkig met mij en Evelien? Maar natuurlijk ben ik gelukkig, snikte ze dan. Maar Evelien houdt niet van me. Als ik haar vastpak, dan rukt ze zich los. Ze haat me, die kleine. Maar kom, Suzanne, zei ik, dat beeldje je in. Maar toen ik een paar dagen later thuis kwam, zag ik dat Suzanne weer gedronken had. En er stond geen eten op tafel. Waar is Evelien, schreeuwde ik. Ze had die arme kleine in de badkamer opgesloten. Kijk. Ik heb eerst geprobeerd om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. Maar toen dat niet hielp, heb ik al haar flessen port tegen de muur kapot gesmeten. En ben ik in de winkels gaan zeggen dat ze haar geen drank meer mochten verkopen. Maar het hielp allemaal niet. Op een keer is het bovendien allemaal uitgekomen. Toen Suzanne Ladders had naar de voddenfabriek is gekomen. Daar al haar kleren heeft uitgetrokken en neuk me, riep ze daar tegen een van die gasten. Neuk me of ik zeg tegen mijn vader dat hij je moet ontslaan. Toen is Achille gebeld en zo is het begonnen. Vanaf dat ogenblik woonde Suzanne niet meer bij mij, maar bij haar vader in de villa naast de fabriek om verzorgd te worden. En wat ga je nou doen met Evelientje, waar haar vader weten? Je zou haar ergens in een instituut voor kleine kinderen kunnen doen. Een mannenmens alleen met zo'n klein kind, dat gaat niet. Ze hebben mij toen van hem af moeten trekken of ik had hem godverdomme gewurgd. Die zwartzak. Instituut. Instituut, het arme schaap was 3 jaar oud. Nee, Van Bever, heb ik toen gezegd. Ik zal voor mijn dochter wel zorgen. Zorg jij maar voor de jouwe. En nooit heb ik er nog één woord over vuil gemaakt. Het was lastig in het begin. Heel lastig. Maar tegelijkertijd was het een mooie tijd, absoluut. Ik werkte op de fabriek. 'S Avonds ging ik Evelien van de crèche halen. Ik stopte haar in bad. We keken samen naar Sesamstraat. En op de rand van haar bedje zong ik haar Jiddische liedjes van Kabirtik. Na een jaar of 3 zei de oude Van Beveren, Susie moet er eens uit. Ze gaat naar mijn broer in Zuid-Afrika. Het is goed, zei ik. En zo is Suzanne vertrokken naar Johannesburg. Ik ben er met Evelien nog aan uitzwaaien. Doet jou dat dan niets, wou de oude Van Beveren weten. Ja, het zal haar goed doen, zei ik. Maar inderdaad, het deed me niets. Ach, ik had mijn bezigheden. De fabriek, zorgen voor Evelien en 's avonds werken aan een nieuw boek over de Jiddische literatuur. Ja, de Jiddische literatuur. Omstreeks die tijd kreeg ik een telefoontje van Daniel Grimbert. De oude mossel was dood. Voor het eerst in mijn leven betrad ik een Joodse begraafplaats. Na afloop overhandigde Daniel Grimbert mij een dikke bruine envelop. Er zat een mes in. Ik herkende het onmiddellijk. Op een bijhorend briefje had Mossel geschreven: dit is het mes van onkel Gilbert. Na 2 jaar kwam Suzanne terug uit Zuid-Afrika. Het ging beter met haar. Ze was veranderd. En ze kwam weer bij ons, bij mij en Evelien wonen. Maar na een half jaar begon het weer. Port, port en nog eens port. Evelien was bang voor haar. Papa vroeg ze soms, waarom is mama zo boos op mij? Maar kom, het is al goed, zei ik dan. En ieder weekend nam ik haar mee naar het Koningsplein, waar ze dan stil in een hoekje zat te lezen, terwijl ik op mijn oude Olivetti artikels zat te typen. Mooie uren waren dat. Soms ging ik wel eens op bezoek bij dokter Daniel Grimbert, die nu aan de universiteit studentenarts geworden was. Soms sprak ik Engels met hem, want ik wou niet dat Evelien hoorde wanneer ik het over haar moeder had. Ach, drank.
drank is een ziekte. Suzanne is ziek. Waarom zit ik hier? Ik bedoel, ik heb toch alles geprobeerd om Suzanne te helpen? Zelfs de oude Van Bever heeft zijn best gedaan. Op een dag zei hij tegen mij, er is in Abbeville een kliniek waar ze vrouwen zoals Susie kunnen helpen. En ze vertrok naar Abbeville voor een kuur. Ik weet het nog, het was december 1980. En kom, zei ik tegen Evelien. In plaats van naar het Koningsplein gaan we vandaag naar de dierentuin in Antwerpen. Echt? Vroeg Evelien. Ja, echt. Want dat had Achille van Bever ooit gezegd. Als ik godverdomme ooit merk dat mijn kleindochter naar de dierentuin in Antwerpen gaat, waar ik godverdomme achter de tralies heb gezeten, nou dan gooi ik ze er allemaal uit. Een dochter met haar port en haar vent met zijn boekjes over de Joden. Ja, echt, Evelien, zei ik. We gaan naar de dierentuin. Papa, zei ze. Je bent de liefste papa die ik ken. Ze moest nog 10 jaar worden. En ik zie ons daar nog lopen tussen de wilde beesten. En ze wilde mijn hand niet loslaten. Kom, zei ik. En we zijn naar een heel chic restaurant gegaan. Ik zei, juffrouw, neemt u toch plaats? En ik heb haar uit haar jasje geholpen. En ik heb de kaarsen op ons tafeltje aangestoken. En ik zag hoe Evelien haar ogen schitterden. Kies maar, jonge dame, zei ik terwijl ik Evelien de menukaart liet bestuderen. Ik dacht, het was heerlijk. Oh, en lachen dat we deden. Maar dat was nog niks in vergelijking met wat daarna gebeurde. Er speelde een zigeunerorkestje in dat restaurant. Die kondigde ineens de tango van Gebiertik aan. Kom, zei ik. Maar papa, ik kan niet dansen. Kom, zei ik. En voor ik het zelf goed wist, stonden we daar op het piepkleine dansvloertje. En toen... toen hebben wij gedanst. Kom, Lientje, zei ik. Schaam zich niet. Ik wil dich veren. Schritt bij schritt. Dat was mooi. Oh, dat was mooi. En de mens om ons heen zei... zij applaudisseerde voor ons, voor mij en voor Evelien. En toen zijn we naar huis gereden. En heel die lange weg van Antwerpen naar huis zat Evelien naast me in de auto. Ik was gelukkig. Voor het eerst in mijn leven was ik gelukkig. Dit moet ik onthouden, dacht ik. Dit zou ik moeten vastleggen met een foto. Dit moet ik vereeuwigen. En toen zijn we thuisgekomen en ik heb Evelien toen in bed gestopt. Papa, zei ze. En ze omhelste me. Papa, je bent de liefste papa die ik heb. En ik ben naar mijn werkkamer gegaan en oh, ik vond het heerlijk. Evelien sliep en ik was aan het schrijven over de Jiddische literatuur. Maar toen zette ik dus de radio aan en toen hoorde ik dat John Lennon vermoord was. Precies zoals ze Mordechai Gebiertik vermoord hadden. En ik ben toen mijn plaat van de Beatles gaan draaien. Evelien is er wakker van geworden. Papa, zei ze, je moet niet huilen. Kom, laten we de tango nog eens dansen. Niemand ooit in mijn leven heeft, wanneer ik verdrietig was, met mij willen dansen. Niemand. Zij wel.
Ja, laat haar maar thuis van school, zei dokter de Vlaming de volgende dag nadat hij Evelien onderzocht had. Ik vroeg nog, moet je geen cognacje, maar nee, zei hij, hij wilde niets. Ik ben Evelien dan maar gaan troosten. Ze zei niets. Ik heb haar toen gefotografeerd. En al die andere keren heb ik haar ook gefotografeerd. Ja, zelfs toen Suzanne het al beviel was teruggekeerd. Ja, het had daar weer niks geholpen. Drank. Drank is een ziekte. Suzanne is ziek. Waarom zit ik hier? Waarom in godsnaam zit ik hier? Ik zal voor Suzanne zorgen. Ik heb toch ook voor Evelien gezorgd al die jaren. Ik heb haar toch alles gegeven wat ze nodig had. Ik heb haar toch beschermd. Ze hield toch van me. Oké, het is waar dat we vorig jaar ruzie hebben gemaakt. Toen ze op een dag naar huis kwam en toen ze zei dat ze Arabistiek en Islamkunde aan de universiteit wou studeren. Ja, trap maar op mijn ziel, heb ik toen gezegd. Mijn boeken over Gebiertik waren juist in het Jiddisch vertaald. Maar zij, mijn enige dochter, zou de taal van de vijand bestuderen. Heb ik je daarom altijd het beste gegeven van wat ik had, heb ik haar toen gevraagd. Toen heeft ze iets gezegd. Toen heeft ze iets gezegd dat zo verschrikkelijk was. Het beste wat ik had, heb je me afgenomen, heeft ze toen gezegd. En ze begon te huilen. Ze begon zo hard te huilen. Ach, kom, kindje, zei ik. Kom, je bent een beetje overspannen. Zal ik dokter de Vlaming laten komen? Maar toen... Toen heeft ze weer iets gezegd. Zoiets verschrikkelijks. De Vlaming, schreeuwde ze. De Vlaming heeft hier altijd heel goed geweten wat er gebeurde. Maar de Vlaming, hè? Als hij zijn cognacje maar kreeg, hè? Hè, pa? En dat je moest oppassen, hè? Dat zei de Vlaming. Dat je moest oppassen als ik ongesteld zou worden. Dat heeft dokter de Vlaming gezegd. En ze begon weer heel hard te huilen. Evelien, zei ik. Waar spreek je nou nog over, Evelien? Blijf met je poten van mijn lijf, gilde ze. Maar ik hou van je, zei ik. Ik hield ook van je, papa. Ik hield ook van je, maar niet... Ze is toen al mijn boeken uit mijn bibliotheek gaan gooien. Allemaal. En dit hier, pa, zei ze. De foto's die je daarna altijd van me genomen hebt, weet je het nog? Evelien, zei ik. Evelien, maar ze wilde niet luisteren. Ze is toen naar boven gerend om Suzanne uit haar bed te sleuren. Zo had ik Evelien nog nooit gezien. Ze begon op Suzanne te slaan. Ik zei, stop of hier gebeuren ongelukken. Laat je moeder met rust. Maar hier, schreeuwde ze, hier, ik zal je eens plaatjes laten zien uit mijn vader zijn privécollectie van 10 jaar geleden. En waar was jij toen, hè? Bij je port. Bij je port die ik op den duur voor je moest gaan halen. Mijn Suzanne begon nu ook te huilen. Maar ik ben ziek, zei ze. En je kunt zien dat je met die foto's je vader nog in de bak helpt. Heb ik dan niet al genoeg ellende meegemaakt met je, met mijn vader die ook in de bak heeft gezeten? En wie gaat er je studies betalen? Dat was vorig jaar. Goed, Evelien, heb ik toen gezegd. Doe maar wat jij wilt. Studeer dan maar Arabistiek en Islamkunde. Ik heb in de tijd ook mijn zin doorgezet. Want mijn moeder wilde dat ik dokter zou worden, maar eigenlijk ben ik een wetenschapper. Ik ben de enige die over moorden geik en biert. Ik wil over die vent niets meer horen, gilde Evelien. Weet je, pa, dat ik zelfs geen tango meer kan horen? Oké. Goed. Kijk, Evelien, studeer dus maar Arabistiek en je mag de flat op het Koningsplein zelfs gebruiken. Je mag het helemaal naar je eigen zin laten inrichten en ik zal het betalen, want ik hou van je, Evelien, zei ik, echt waar. Pa, zei ze. Pa, je begrijpt me niet.
ik heb een schilder betaald. En een behanger, en ze heeft die flat inderdaad helemaal naar de eigen smaak mogen inrichten, maar het deed me wel verdriet. En niet voor die stomme flat, maar dat ze zelfs tijdens de weekends niet eens meer naar huis wilde komen. Ik heb haar soms een brief geschreven, maar ze antwoordde nooit. En toen is de oude Van Bever gestorven. Van toen af aan werd het met Suzanne nog erger. Ik heb mijn polsen willen opensnijden. Ik heb alles willen doen. Maar ik dacht, ik kan Evelien toch niet alleen achterlaten. Ik weet niet hoe het gekomen is. Gisteren kwam ik thuis van de fabriek en Suzanne lag weer eens moordzat in haar nest. Het was vrijdag. Ik wilde iemand zien, ik wilde Evelien zien. Ik wilde vragen, en ben je nu gelukkig? En hoe gaat het met je studie? Want ik ben niet echt tegen de Arabieren. Ja. Nou, ik ben toen naar het Koningsplein gereden en ik was blij. Blij dat ik zag dat er licht brandde. En ik dacht, ik ga Evelien verrassen. Dus ik ben toen naar boven gegaan. En ik heb stilletjes de deur geopend. En ik had het eerst echt niet gezien dat hij het was. Want als je iemand altijd gekleed hebt zien lopen. Maar dan ineens stond hij daar naakt voor me met zijn schmok nog recht op. Jij vuile, smerige Jood, heb ik toen geroepen. Want het was Daniel Grimbert. Daniel Grimbert, die daar met Evelien, met mijn dochter dus. Pa, gilde Evelien. Pa, pas op, pas toch op wat je doet. Maar ik heb die vent daar een trap in zijn kloten gegeven. Je vader moest het eens zien wat je mij aandoet. Ja, dat moest Mossel eens kunnen zien, klootzak. Studentendoktertje spelen, hè. Hier zie je, en ik heb hem toen nog een trap in zijn kloten gegeven. Pa, gilde Evelien. Rustig maar, meisje, zei ik. Rustig maar, jij kent die gasten niet. Wacht maar tot je zwanger bent. Dan vertrekken die gasten. En is het niet naar Canada, dan naar Londen. En waar zit jij dan mee opgescheept, hè? En hoe gaat hij of zij heten? Nog een Van de Wiele, zeker. Maar terwijl ik met Evelien aan het spreken was, probeerde hij overeind te komen. Dokter Grimbert. Ja. Dokter Grimbert, maar dus met het mes van nonkel Gilbert. Maar ik wist wat ik deed. Ik wist heel goed wat ik deed, maar Evelien die begon te schreeuwen. Maar dat kon me niet schelen, want hij moest eraan, die vent. Toen ben ik dat mes kwijtgeraakt en toen heeft zij, mijn dochter, mij dus. Maar het was niks ergs. Een beetje bloed aan mijn hand. Maar ze was wel geschrokken. Ze was zo geschrokken omdat ze mij had proberen te steken. Ach, kom kindje, zei ik. Kom mee, verdientje. Het is allemaal niets. Ik zal je troosten. Ik zal je vasthouden. Maar ze was bang. En ze sprong achter de bank. Precies als toen ze klein was. Want dat deed ze graag, zich verstoppen achter de bank. Probeer me niet te pakken, zei ze dan. Want dat ze nooit durven te zeggen dat Evelien niet van mij hield. En dat zei ik haar ook. Kom kindje, zei ik, kom. Er is toch helemaal niets gebeurd. Kom, ik zal je vasthouden. En toen ik haar dat eindelijk in mijn handen kon nemen, toen zei ik, kom Evelien, weet je nog hoe we gedanst hebben toen die keer daar in Antwerpen? En hoe je hier soms in een hoekje zat terwijl ik aan een nieuw boek bezig was. We waren toch gelukkig, Evelien? Ze probeerde te gillen. En ze probeerde zich los te wurmen terwijl ik haar alleen maar wilde troosten. En dichtbij me. Dicht. Oh, ik wil dansen. Vrede wil ik. Rust. Liefde. Oh, Suzanne. Oh, Suzanne.
papa. Papa. Papa, hoor je mij? En moeder. En Mossel. En Claudineke, hoor je mij? Lichtig zijn die sterren. Eloi, Claudineke. Eloi. Lama. Lama, slaap wacht dan niet.